ja, toch niet... Dat is met het spel. Die lag gewoon. Ja, dat kon ook niet anders. De bal was er eventueel ook niet ingegaan, want Laszlo Keutelis had hem met een reflex nog over het doel geduwd. Maar de vlak stond omhoog. Maar toch een beetje te gemakkelijk, hè? Ja, inderdaad. Ze komen er te gemakkelijk door. 100% gelijk in wat dat betreft. En daarmee blijft het opletten voor Genk. Het is niet dat ze het Gent helemaal plat spelen. Van verre van, hoor. Otrik kan die bij de bal. Ja, ja, heeft hij. Heeft er wel in de rug gezeten. En krijgt wel deze keer de vrije trap mee. Ja. Even handjes schudden. Met een paar verdedigers van Gent. Snel genomen. Een Boyo in de 16. Maar ja. Afspeelpunt zoeken. Voor een overmacht. Chimanga. Gooit die bal, maar ja, gooit die bal wel, maar niet met een doel. De Brussel niet. Dat is misschien beter. Ja, in één tijd. Nee. En zit erin. Doelpunt. Ja, maar dat is het. Ja, dat is goal. En wat doet de vlaggeman? Nee, dat doet de scheids. Ja, ja, dat is doelpunt. Absoluut. Dat is doelpunt. Ja, ik dacht eerst een buitenspel. Ja, ja, maar wie heeft hem nu gemaakt? Anneli of Okri? Want de scheids was naar de lijnrechter aan het kijken. De ja, maar die liep daar binnen. Ja, inderdaad. Doelpunt, dat is gek, ook niet denk ik. Die krijgt de meeste gelukwensen. Is het ook niet die gescoord heeft? Even kijken daar. Het is geen buitenspel, want de stadpatie van Agen Dachten. Ja, ook niet. Ook niet. We zien nu in de herhaling of de bal van Buffel naar voren wordt gestoken. En dan is het, ja, kijk, in tweede instantie. Ja, ook niet moet hem met een... achterwaartse beweging, want er was de bal in feite al voorbij. En ja, dan moest hij de bal nog achteruit trekken. Een halve omhaal eigenlijk, ja. 3-2, goed. Staan we voor.